De Oorschotse dijk wordt vanaf woensdag 11 september tussen de Bezuidenhoutseweg en de Antonie Fokkerweg voorgoed afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Op die dag beginnen de werkzaamheden om van de Oorschotse dijk een groene fiets- en wandellaan te maken. EDTV reed de dinsdag voor een laatste keer over de Oorschotse dijk. Het doorgaande autoverkeer wordt na de afsluiting van de Oorschotse dijk over de Achtsteweg Zuid geleid. Ten tijde van de werkzaamheden is het ook voor fietsers niet mogelijk om de weg te gebruiken. De afsluiting duurt tot ongeveer half november. Tijdens de Eindhovense Marathon op zondag 13 oktober is de Oorschotse dijk tijdelijk wel open.